maar het is toch moeilijk te loochenen? Als ik naar Tariq Aziz ga, dan in Bagdad, dan komt er een of andere vent. Hoe heet die vent toch ook alweer? Van die oorlog tegen de oorlog. Ik zat bij hem in Nova. En die zegt, ja, hoe kan je nou als journalist naar Tariq Aziz gaan? Ja. Ja. Mientjan Faber. Maar ik ging wel met een ploeg van Nova. Is er selectief gebruik gemaakt van de feiten in dat artikel in HP De Tijd, Frank van der Linden? Ja, zeer. In dat stuk staat eigenlijk niks nieuws. Ik ken Willem Oltmans al 23 jaar. Ik was zelf 23 toen ik voor het eerst bij hem thuis kwam, na een interview met Lunch. Zo'n interview. Anyway, dat maakt nou even niet uit. Waar het om gaat is dat al die feiten over die activiteiten van Willem Oltmans, wel of niet diplomatiek actief, wel of niet vriend van de dictator, die zijn al heel lang bekend. Die hebben overal gestaan. Die kun je zelf wikken en wegen. Met name Piet Hagen, de voormalige hoofdredacteur van de Journalist, heeft daar uitstekend over geschreven. Het enige nieuwe aan dit artikel, in mijn optiek, is dat men heeft geprobeerd te minimaliseren wat Willem Oltmans is aangedaan als hij probeerde dat deel van zijn journalistieke praktijk uit te oefenen. En daar wordt nauwelijks iets over gemeld. Als je de dossiers goed kent, dan zou je weten, dat zou ook in dit stuk hebben moeten staan, dat Oltmans zeer actief is dwarsgezeten. En door dat te downplayen, kunnen ze het aannemelijker maken dat Oltmans ten onrechte die schadevergoeding zou hebben gekregen. Is dat bewust geminimaliseerd? Nee, het is niet geminimaliseerd. Dat wel hebben wij, het staat in het stuk. Kijk me eens aan. Heb je het niet geminimaliseerd? Nee. Waarom zet je er dan geen zin in? Meneer Oltmans, hij is aan het woord. Ik ben gevraagd om een bek open te doen. Ja, maar op zijn tijd. Ten eerste, op jouw tijd, zeg. Ten eerste, dan komt er niks van terecht. Ten eerste valt het met die schade allemaal wel mee. Want u hebt geen schrijfverbod gekregen. U bent niet gedeporteerd. U hebt niet uw Nederlanderschap want verloren. Je weet dus niks. Nee, ik ben door buitenlandse zaken uit Zuid-Afrika geflikkerd. Weet je daar dan allemaal niks van? Daar weet ik heus wel wat van. Wat van? Je moet het precies weten, man. Maar het belangrijkste is hier dat... Het belangrijkste is hier dat uw schade is toegebracht, dat is terecht. Dat is de kern van het verhaal. Want u hebt de staat Nederland de schade toegebracht en daar hoeven regeringen, democratisch gekozen regeringen, geen genoegen mee te nemen. Is dat terecht, Ferdinand Fransen, dat de schade, hij heeft schade toegebracht aan de Nederlandse staat? Nou, dat heb ik niet, heb ik niet zo gelezen in het verhaal van HP De Tijd. Ik vind het een doorwrocht artikel, dat wel. Alle feiten staan keurig op een rijtje. Ik heb meneer Oltmans hier ook nog niet horen verklaren welke feiten hij dan weer legt. Oh man. Of zijn het ze allemaal? Ik bedoel, zijn we nog wel even bezig, denk ik. Nee. Aan de andere kant, het is een artikel dat anno 2003 terugkijkt op jaren geleden. En ik weet niet hoe je in die tijd als correspondent in bijvoorbeeld Nederlands-Indië het hoofd boven water kon houden. Kun je daar alleen van je correspondentschap leven of kan dat niet? De vraag is dan terecht of Oltmans de juiste banen geaccepteerd heeft. Maar goed, daar kun je lang en breed over discussiëren. Maar daar is hij altijd controleerbaar op geweest. Kijk, Oltmans heeft zelf nooit een geheim gemaakt van die activiteiten. Ik ken zat collega's die daar veel minder open zijn geweest over hun politieke voorkeuren, over hun activiteiten op diplomatiek vlak, vaak achter de schermen. Oltmans heeft altijd gezegd, dit is wat ik doe. Volg me maar, kom maar kijken in de keuken. Ik vind dat ik dat moet doen ter dignon zijn. Want als ik het niet doe, dan wordt het niet opgelost. Mag ik nou eindelijk ook eens een keer? Goh, man, bedankt. Alsjeblieft, graag gedaan. Wat ben jij genereus? Nou, kijk, weet je wat de oplichterij van dit artikel is? Maar niet dat ik daardoor gekwetst ben of zo, want ik verwacht niet anders. Er staat op de voorpagina het ware gezicht. Hoe durf je? Ja. Nou goed, mijn ware gezicht zit in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 77 meter dagboek. Dus je wordt genaaid. Want wat ik werkelijk heb gedaan vanaf 1935 tot 2003, iedere dag is gedocumenteerd met de correspondentie erbij, met waar ik was, met wie ik sprak, alles, de foto's, de hele rotzooi. Dus, er zijn nu 14 delen uit van dat dagboek, er staan er 52 klaar om gepubliceerd te worden en uiteindelijk kom ik met 70 delen van 350 pagina's. Ik vind dat meneer Oltmans zichzelf slecht verdedigt. Nee. Frank van der Linden. Dit is het ware gezicht niet. Het ware gezicht zit staat in de bibliotheek. Frank van der Linden. Ik vind dat meneer Oltmans zich slecht verdedigt. Kijk, het zou nooit mijn keuze zijn geweest om zo politiek actief te zijn als hij. Ik bedoel, daar zou ik heel hard met hem over kunnen discussiëren. Maar, ja, doe dat dan eens een keer. Ja,
Maar meneer Oltmans heeft het volledige recht om, als hij denkt dat hij trait d'union kan zijn tussen van die hogere machten, dat te doen. En meneer Mulder doet het voorkomen alsof dat recht niet zou bestaan. Dat dat beter is om het niet te doen als journalist ben ik met hem eens. Maar, dat maar dan is het toch ook logisch dat je door de Nederlandse staat wordt tegengewerkt? Waarom? Dat draait het toch om? Waarom zou je op basis van activiteiten waar je openlijk over bent... Dat je je opstelt tegenover de Nederlandse staat? Nee, dat is een interpretatie. Hij zegt... En daar heeft hij soms ook goede gronden voor gehad. Zie het geval Sukarno. Dat juist in belang van de Nederlandse staat was. Ja, precies. Maar, nee, maar heb je nou aan Van Aartsen gevraagd waarom Van Aartsen dit vond dat ik recht had op die schade? Heb je dat gedaan? Ik lunch nooit met Van Aartsen, dus hij heeft mij dat ook niet verteld. Nee, nou ja, blijf dan liever niet op zo'n... Als je niet eens kans ziet om met Van Aartsen te lunchen. Hoe kan je dan 10 pagina's... Ik heb nou, dan moet je... U hebt andere bronnen. Ik heb ander werk. Nee, hij zei ander werk. Wat doe je dan? Hij is adjunct hoofdredacteur van HP. Ja, nou, het is een reuze kleur. Dat deze week... Zeg wie je mij mijn kruidje niet afpikt. Het ware gezicht van Willem Oltmans publiceren. Inderdaad. Ware gezicht. U mag er nog een hebben. Graag. Hartelijk dank heren voor deze discussie. Het heeft er niks mee te maken. En sinds ik al zo. Ja. Dat ik nog wat mocht zeggen. Ze hebben prachtig, hè? Ja. En dan nu de rubriek www.deleugenregeert.nl. Die wordt samengesteld aan de hand van suggesties van kritische kijkers, luisteraars en lezers.